Welkom bij het Verkeersjournaal van zondag 12 augustus. We beginnen vandaag in Rijswijk. In verband met de asfaltwerkzaamheden aan het wegdek wordt de AFRIT Rijswijk Centrum van de A4 richting Amsterdam tijdelijk voor het verkeer afgesloten. De afsluitingen zijn vanaf maandag 9 uur s'avonds tot dinsdag 5 uur s morgens en van dinsdag 9 uur s'avonds tot woensdagochtend 5 uur. Het verkeer uit Delft-Zuid in de richting van Rotterdam-Delft en Rijswijk Centrum wordt omgeleid via de A4 af- en toerit Leidsendam. En dan naar Den Haag. Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt en aan de parkeervakken in de Van Hogelhoeklaan. De Van Hogelhoeklaan is dan beperkt toegankelijk. Er wordt tot 31 augustus gewerkt van de Waalsdorpenweg naar de Ruigroklaan. Verkeer van de Ruighoeklaan naar de Waalsdorpenweg blijft mogelijk en ook het Bronovo is bereikbaar via de ter plekke aangegeven omleidingsroute. En tenslotte nemen we een kijkje in de Bollestreek. Tot en met zondag 26 augustus is de N443 tussen Sassenheim en Noordwijkerhout volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer. in verband met de sloop van de Piet Gijzebrug. Bewoners kunnen een zogeheten doorrijkaart aanvragen. zodat ze ongehinderd over de afgesloten weggedeeltes kunnen rijden. De afsluiting van de N443 loopt van de rotonde Gieterij tot de rotonde bij het Soldaatje. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over de A44, de N444 en dan de Provinciale Weg. Om de kruising van de A44 met de N444 wat te ontlasten, wordt de Rijksstraatweg aan één kant afgesloten. Verkeer komende uit de richting van Leiden wordt een afrit verder gestuurd naar Sassenheim. Verkeer op de Rijksstraatweg wordt naar de toerit Sassenheim gestuurd. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.